APSS wil tekort aan kip wegwerken, medische apps voor behandeling suikerpatiënten geïntroduceerd en Pauls vraagt aandacht voor oorlogsslachtoffers in Syrië. Goedenavond, dames en heren. Het STVS-journaal op zondag 1 april. De Associatie van Pluimveesector Suriname, APSS, doet er alles aan om het tekort aan kip weg te werken. De afgelopen 2 weken is er sprake van een tekort aan Surinaamse kip op de lokale markt. Namshant Kanhai, voorzitter van APSS, zegt dat de oorzaak van deze tekorten buiten de schuld is van de kippenboeren. Dit tekort betekent volgens de APSS-voorzitter niet dat de boeren de markt niet kunnen voorzien van kip en kipproducten. Nou kijk, het is namelijk zo, we zijn ook afhankelijk van die lijnverbinding. En een aantal weken terug zijn er minder broedeieren gekomen vanwege, of 2 weken geen broedeieren gekomen vanwege technische storing met zo'n vliegmaatschappij. En we hebben maar 1 vliegmaatschappij. En dat is direct merkbaar, want we zijn ook afhankelijk van die broedeieren. Los dat wij ook zelf broedeieren hebben, maar we zijn elke week afhankelijk van broedeieren uit Amerika. En 2 weken zijn er niet gekomen en dat gaat zich, ga je merken op de markt, dat er een tekort is. En daar praten we al gauw over bijna 100.000 broedeieren per week. Dus 2 weken dan zie je duidelijk, ga je merken dat er een tekort is. Maar dat vangen we weer op. Maar het duurt weer een tijdje voordat we op gaan komen. Een van de problemen is dat de sector nog altijd afhankelijk is van grondstoffen uit het buitenland. Kanhai zegt dat dit tot het verleden kan behoren als boeren de kansen krijgen om hun marktaandeel te vergroten. Tot op dit moment dekt de lokale pluimveesector voor ruim 50% de behoefte op de markt. Kanhai ziet graag dat dit verhoogd wordt en dat de lokale pluimveesector de ruimte krijgt om minstens 80% van de markt te kunnen overnemen. Zeker, hoe kan ze dat horen? En ook konto. Want kijk, als stap voor 20%, ja 40%, is al een stap in de goede richting. Maar ono door het, ono berekenen dat ongeveer bij 100% ligt waar de Trakari komt landen, dwing, want die want beschermt de markt. Controle Trinidad, Guyana. Ze hebben het gedaan. En bijvoorbeeld, Guyana produceert al meer dan 400.000 kip per week. Dat kunnen wij ook. Ondanks dat ze ook afhankelijk zijn van hun grondstoffen vanuit het buitenland. Maar dan heb je die markt om zelf te kweken. Dat kunnen wij. Dat gaat ook lukken. Maar dit is al die stap in de goede richting. Maar de bedoeling is om naar de richting 100% te gaan. En dat is niet alleen de wens van die kippenboeren, maar ook de wens van de regering. Want het is een samenwerking. Ze hebben ons ook gevraagd, man, kunnen wij het aan? Wij zeggen, we kunnen het aan. Maar we moeten het samen doen. En het gaat wel lukken. Tot zover de voorzitter van APSS. Stichting Digital Clinic Suriname introduceert de 2e applicatie voor patiënten met suikerziekte. Hiermee zullen patiënten minder onkosten maken en kunnen zij sneller over de nodige informatie ten aanzien van hun gezondheidstoestand beschikken. Volgens hartspecialist Glenn Oelers van Stichting Digital Clinic Suriname wordt dit moderne systeem al in een aantal landen gebruikt en kan Suriname niet worden uitgesloten. Hij legt uit hoe patiënten deze medische apps kunnen gebruiken. Ik noem dit in feite een uitdaging in Suriname. En in feite noem ik de next step in onze healthcare system. En dat is heel belangrijk. We moeten die stap maken omdat het gepaard gaat met vermindering van kosten voor de patiënt. Vermindering van lasten voor de patiënt, maar ook voor de gezondheidszorg, voor de zorgverzekeraars. Dat de kosten die gepaard gaan met de behandeling van suikerziekte en hoge bloeddruk straks enzovoorts, dat dat minder wordt. Lifestyle met de Health app op de iPhone. In een aantal landen is dit systeem niet onbekend. Om patiënten via een simpele Android-mobiele telefoon te behandelen, klinkt misschien nog nieuw in Suriname, maar uiteindelijk kan volgens Oelers ons land niet achterlopen ten opzichte van de rest. Gezien is dat patiënten die volgens dit systeem hun eigen gezondheid volgen en hun gezondheidszorg in eigen handen hebben, dat ze beter
de adviezen opvolgen en veel beter op een correcte manier hun medicijnen gebruiken. En dat ze veel beter ingesteld zijn en minder bijverschijnselen hebben en complicaties oplopen. Dat is een heel grote winst in feite. De medische apps versterken het contact tussen de huisartsen, specialisten en de patiënten. Dit kan nog sneller en beter plaatsvinden omdat via zo'n medische app meer actoren met elkaar verbonden zijn. De patiënt blijft weliswaar de beheerder van zijn of haar dossier, maar alle specialisten die nodig zijn bij zo'n patiënt hebben toegang tot een dossier en kunnen zij eventueel gelijk inkomen. Ik wil wel zeggen, dit is niet de, wordt niet, neemt niet de plaats in van de dokter, de huisarts. Het is een hulpmiddel voor de huisarts ook. Om dat voor zijn patiënt. Dat gaat meer nog gelden voor de suikerziekte toepassing, de diabetes mellitus applicatie. Waarbij de patiënt, als hij zichzelf ook prikt, niet eens naar het laboratorium hoeft te gaan. En zo dicht mogelijk waarbij hij woont. En zijn bloedsuiker kan prikken en hij voert het in het systeem. Als hij dat niet kan, dan kan dat bij de huisarts of bij een organisatie die wij opgezet hebben. Waar weinig tijd verloren gaat. En die bloedsuiker ziet de huisarts of ziet de internist. En dan kan er een advies gelijk komen. Je gebruikt die en die medicijnen en zo, dit is wat je nu moet doen. Maar via het systeem kan ook een bericht gaan naar een diëtist en de patiënt van de bloedsuiker is te hoog en ik wil dat naar zijn of haar dieet gekeken wordt en de diëtist krijgt dan een bericht. Dus awaka waka na demora voor tik a brief in dat de waka gona diëtist of haar internist die met een afspraak die komt bakken. Nee, hij ziet het direct. En dan wordt er daar een afspraak gemaakt en dan kan via het systeem kan er advies geven. Maar er vinden ook wat wij noemen face-to-face consulten. Dit komt niet daarvoor in de plaats. Dit is toegevoegd aan dat geheel. Eerder had de stichting een medische app ontwikkeld die heeft bewezen hoe voordelig het werkt. Nu stapt de stichting over naar een nieuwe app die nu ook diabetes van dienst kan zijn. Het enige dat zo'n patiënt moet doen is het opvragen van instructies bij zijn of haar huisarts. En die verwijs je naar de trombosedienst of de Digital Clinic Suriname. En wij pakken dat verder op. Wij informeren en instrueren de patiënt hoe zij gebruik kunnen maken van, dat, van de toepassing. Maar ook de anderen die in het systeem moeten werken, de huisarts, zijn personeel, dus medisch specialist en degene die daaromheen zijn, de diëtisten, die worden ook geïnformeerd en geïnstrueerd om te werken in dat systeem, om vooral de suikerziekte toepassing heel veel onderdelen zijn die zodanig in elkaar gezet zijn dat elk aspect van de behandeling, de controle, het monitoren van de patiënt in opgenomen is. En dat is een proces van een maand hooguit. En daarna zie je dat de mensen het prachtig vinden. Een van de eerste dingen die ik te horen kreeg is van, omdat mensen die op bloedverdunning staan, vaak oudere mensen zijn, boven de 60 jaar, 70 jaar dan. Ik word niet dat jongen, dat doe aan jongen, de oos, maar waardoor ook aan het internet. Dan is dat de vergiet, is de paswoord, aan de zand. Ik kan u zeggen, mijn meest betrouwbare patiënten zijn de oudere mensen. De no abba el asanda de misaweng, in afko leg me uit. Het zijn de jongere gasten die zeggen van, ik weet dat dit is donder, dat je emi fassi. Dan komen ze terug en dan leg je ze uit. Want het is een heel simpel systeem. Aldus de woorden van Glenn Oelers, hartspecialist. De voorzitter van de Nationale Democratische Partij, Desiree Bouterse, heeft ervoor gekozen verschillende tehuizen van een paaspakket te voorzien. Gezien de huidige situatie in het land kunnen niet alle tehuizen een pakket ontvangen. Men heeft dan per resort een selectie gemaakt van 4 tehuizen, waaronder huizen Ramot en huizen Betaliada, die vallen in het resort Rainville. Patrick Kensenhuis geeft aan dat dit in het teken is van de sociolobby die de NDP uitstraalt. Deze partij, de Nationale Democratische Partij, symboliseert die liefde, die sociolobby. En het zou niet anders kunnen om zeker in deze periode te kijken naar degenen die op sociaal gebied een belangrijke bijdrage leveren. In dat kader zijn we dus ook hier om aan Betaliada
wat te geven. Het zal niet heel veel zijn, maar we hebben een gebaar gegeven dat die liefde die we in ons hebben, dat we die liefde ook willen delen met iedereen. En daarom zijn we vandaag hier. De boodschap is die social lobby die we uitdragen. De vertegenwoordigers van beide tehuizen waren aangenaam verrast om deze goederen in ontvangst te mogen nemen. Heel enthousiast werden de goederen weggedragen door de pupillen van Huize Ramon. Van elk van de twee tehuizen ontving de partij een bedankkaart en een boek van Huize Betaljada. Brian Lalai van Huize Betaljada vond het een bijzonderheid dat de keuze op zijn instelling is gevallen. Nou, heel bijzonder, zeker in deze tijd waarbij we dus naar Pasen toe gaan. En Pasen is denk ik een heel groot gebaar van liefde. En liefde heeft verschillende uitingsvormen, heeft verschillende kleuren. En daarom vind ik het heel bijzonder dat de president, de Paarse Partij in dit geval, de Paarse Partij en het resort Rainville aan onze kinderen, aan onze stichting heeft gedacht. En Surinamers kunnen altijd een beroep doen op de afdeling afbouwregeling, medische uitzending, lokale opbouwvoorziening, afgekort ARMULOF, van het Staatsziekenfonds. De afgelopen tijd is het vaak voorgekomen dat patiënten voor behandeling naar het buitenland moesten, zegt Humphrey Hasrat, hoofdmedische dienst van het SZF. Om een of andere reden kunnen ze niet verder behandeld worden van complexe ziektebeelden die zij vertonen. De afdeling ARMULOF begeleidt dan deze patiënten verder wanneer ze worden verwezen naar een buitenlandse behandeling. Het uitzenden van patiënten gaat gepaard met hoge kosten en daar komt de regering in met eventuele ticketkosten. Aan de samenleving staat de overheid garant voor financiële hulp indien zij verwezen worden voor een buitenlandse behandeling. Suriname en de Verenigde Naties ondertekenen het Nationaal Implementatieplan 2018. Dit plan vloeit voort uit het regionaal samenwerkingsraamwerk tussen de VN en de landen in het Caribisch gebied. Het Nationaal Implementatieplan omvat prioriteitsgebieden, de principes en waarden voor samenwerking en een overzicht van de goedgekeurde programma's en projecten. Deze samenwerking is gericht op een groene economie en diversificatie daarvan en institutionele versterking. Daarnaast zijn sociale ontwikkeling, implementatie van duurzame ontwikkelingsdoelen en het mobiliseren van fondsen enkele andere doelen. En met dit bericht hebben we de lokale berichten gehad. Tot zover het STVS-journaal. U kunt ook onze website bezoeken www.stvs.sr. Ik wens u een fijne avond.